Minister Stuart-Getrouw van Justitie en Politie heeft de verdere uitvoering van het regionaal project CARI Secure uitvoerig besproken met een missie van het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling USAID. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het VN-ontwikkelingsprogramma UNDP. De bespreking met de missie heeft afgelopen donderdag plaatsgevonden op het ministerie van Justitie. CARI-Secure is een regionaal project geïnitieerd door de USAID-UNDP en waarvan Suriname deel uitmaakt. De Taskforce is in februari dit jaar geïnstalleerd om de projectdoelen te helpen bereiken. De bedoeling van het project is om zoveel mogelijk data van jeugdigen die in aanraking komen met justitie en politie te verzamelen. Daarnaast om ook data te delen met belangrijke belanghebbenden, zoals het Openbaar Ministerie, het Gevangeniswezen en de rechterlijke macht. Tijdens de presentatie heeft de organisatie aangegeven dat zij deze maand wil starten met een pilotproject bij het Korps Politie Suriname. De minister werd bij deze meeting ondersteund door de waarnemend korpschef Roberto Prade, directeur van Justitie Marianne Chin Affat en de directeur Operationele Diensten Lucretia Ridan. De desktopcomputers en de GPS-instrumenten zullen worden geïnstalleerd op de politiebureaus, de Nieuwe Grond- en Gersvlei. De server komt op het Hoofdbureau van de Politie aan de Duitsburglaan, zo meldt het NII in een persbericht.